Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. Dat is voor mij een trigger om te kijken naar innovatieve vormen en ook deze masteropleiding Sport en Bewegende Innovatie te volgen. Ik ben Bas Leuverink en ik ben werkzaam als verenigingsondersteuner sport bij de afdeling sportstimulering van Acres Apeldoorn BV in de gemeente Apeldoorn. Ik mag dagelijks werken met sportverenigingen en ik bemerk dat zij heel conservatief kunnen zijn. Hoewel het sportbeweegveld aan de ene kant heel innovatief is, kan de andere kant dus ook heel conservatief zijn. En met name dat tweede is voor mij een trigger geweest om deze opleiding te gaan doen. Want ik denk dat het een goede manier is om mensen mee te nemen in een andere manier van denken en doen. Je leert in deze opleiding een innovatieproces doorlopen en dat doe je aan de hand van een praktijkopdracht. Dat was voor mij ook heel belangrijk, want ik wilde graag een masteropleiding doen, maar daarvoor niet fulltime naar een universiteit toe. En dit geeft mij de gelegenheid om dat te combineren met studie en werk. Mijn innovatieopdracht gaat over jongvolwassenen. Ik wil ze laten participeren in de maatschappij door sport en bewegen bij de sportvereniging. Alleen daar richt de sportvereniging niet altijd op een dusdanige manier op dat zij zich daartoe aangetrokken voelen. Mijn innovatie Start to Play Sports wil daar een verandering in brengen en wil de drempels om mee te doen bij het sportaanbod van de sportvereniging zo laag mogelijk maken. Dat kan ik doen dankzij deze opleiding. Aan de ene kant door de kennis die we opdoen, maar ook de ervaring met het innovatieproces. En tenslotte ook je persoonlijke ontwikkeling. En die professionele identiteit die je leert tijdens deze opleiding vind ik ook ontzettend de moeite waard en een grote meerwaarde. Het zorgt er voor mij voor dat ik meer impact kan hebben in mijn dagelijkse werk. Wil je ook meer impact hebben in je dagelijkse werk, dan zou deze opleiding maar zo eens de juiste keuze voor jou kunnen zijn.